BNP Paribas Fortis stelt voor. Koen, dubbele nominatie voor de Ensors. Wat doet dat? Veel, dat is uiteindelijk toch... Zo'n nominatie is uiteindelijk toch een beloning dat de mensen die u gezien hebben, ten eerste dat ze u gezien hebben, en ten tweede dat je toch op een bepaalde manier, is dat misschien een raar woord, maar gepresteerd hebt. Dat is altijd een beetje een optelsommige ook van wat het jaar gedaan heeft. Tenminste, zo zie ik dat toch. Het is natuurlijk altijd specifiek voor een bepaalde rol, of in dit geval voor twee rollen, maar zo'n rol is eigenlijk altijd al een samenvatting van uw state of mind, om dat woord maar eens te gebruiken, en die state of mind die wordt dan beloond. Zo probeer ik dat te zien. En het is natuurlijk ook een beloning voor al diegenen die ervoor gezorgd hebben dat uw state of mind oké was. En ook diegenen die buiten het verhaal hebben meegewerkt, maar natuurlijk ook voor een heel ploeg. Uiteindelijk is dat een beloning voor een heel ploeg, zo'n prijs. Je zult er niet bij zijn? Ik kan er niet bij zijn. We hebben hier nachtopnames. Dat is heel jammer natuurlijk, want je wilt live toch graag uw appreciatie aan de jury dan, of aan de mensen die daarvoor gekozen hebben, of voor u gekozen hebben, uitdrukken. En dat kan dan niet. Dus dat is spijtig. Maar bon. En welke ga je winnen? Bijrol of hoofdrol? Een van de twee hoop ik, dat zou wel heel mooi zijn. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.